We beginnen met Peter Verhaar, ex-bankier en financieel commentator. Vooral voor ons programma trouwens. De centrale banken, daar komen we straks over te spreken, die hebben een grote ingreep gedaan, ja, waardoor de dag vrolijk eindigde. Maar hij begon niet zo sterk. Want hij begon met de mededeling dat de vertrouwenwekkende Rabobank, die wij toch allemaal een triple-E-status hadden toegedacht, absoluut, dat die plotseling in status verlaagd is. Ja. Wat doen ze verkeerd? Ze doen eigenlijk niets verkeerd. En het vervelende is, dat kwam overigens na een dag waarbij ik toch heel erg chagrijnig wakker werd. Gisteren? Want het was gisteren echt een dramatische dag. Ray die zei, we hebben nog maar 10 dagen voordat de euro valt. Merkel die categorisch ging ontkennen dat ze iets met eurobonds of met de ECB wilde doen. Het was echt een en al ellende. Italië moest zelfs boven de 8% lenen. Dus niemand ging lekker slapen en dan word je 's morgens wakker en dan zie je dus inderdaad dat onze Rabobank haar triple E kwijt is. Nou, ik heb het rapport van Standard & Poor's, want het is maar één ratinginstituut wat Rabo verlaagd heeft. Ze hebben er nog steeds 2 die ze nog steeds de allerhoogste rating hebben. Dus dat is al 1 positief punt. Ik heb het rapport gelezen en eigenlijk staat het vol met lof over de Rabobank. Ze hebben alleen het nadeel dat Standard & Poor's niet alleen meer kijken naar Rabo, maar ze kijken ook naar de andere banken in een land en ze kijken ook naar de staat van de regering in een land. En als je dat dan meeweegt, dus dan verliest Rabo 1, zeg maar 1 sterretje. Maar dat zou dus buiten de schuld van Rabo het om is, kunnen zijn helemaal. Het is wat mij, zoals ik het rapport lees van Standard & Poor's, is het buiten de schuld van de Rabobank om. Ze hebben pech dat ze natuurlijk in een land zitten waar het bankwezen zeer geconcentreerd is. Er zijn maar 3 banken. En ja, dat is een extra risicofactor die Standard & Poor's nu ook aan Rabobank heeft. Heeft het te maken met de hypotheken? Ik begreep dat Rabo veel hypotheken uitgeeft en dat de hypotheken natuurlijk een andere waarde hebben gekregen omdat de huizenprijs is gezakt. Ja, nou, als je het rapport leest, kom je het woord hypotheken nauwelijks terug. Ze loven Rabobank om het lage aantal mensen dat niet aan hun hypotheekverplichtingen kan voldoen. Dus daar ligt het niet aan. Dat is overigens wel iets wat natuurlijk op de achtergrond kan gaan spelen. Als we in Nederland in een recessie komen, dat staat ook al in het rapport, en mensen kunnen steeds minder een hypotheek betalen, dan is Rabobank natuurlijk de bank die als eerste geraakt wordt met een marktaandeel van bijna 45%. Maar moet je nu zenuwachtig? Want toch even anders, dan maken we misschien een paniek voor niks. Is het nu zo dat als je bij de Rabobank zit of bij welke andere Nederlandse bank, dat je nu nerveus moet worden? Wegwezen? Nee, want het zijn, ten eerste zijn ze met hun 2 sterretjes nog steeds de beste private bank ter wereld. Dus dat zegt wel iets over de enorme kracht van deze instelling. Je moet het ook wel allemaal in perspectief zien. Ze hebben 37 internationale banken bekeken. Die zijn bijna allemaal in hun status omlaag gegaan. Dus het is niet echt alleen maar de Rabobank. Het is over een breed scala. En ik ben niet bang voor de Rabobank. En nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, ook al elke bank in Nederland valt onder het depositogarantiesysteem, waarbij het 100.000 euro sowieso het spaargeld veilig is. Je dus hebt geen belangen bij de Rabobank, hè? Dat we daar even over eens zijn. Dat daar geen glazen mee krijgen. Nou, ik had natuurlijk wel belangen, want ooit was Rabobank natuurlijk wel mijn werkgever. Ja, dus ik heb een zeker emotionele band met ze. Maar geen zakelijke nou. Geen zakelijke. Zullen we dan een andere kwestie doen? De kwestie dat het misschien iets positiever leek te maken. Nou ja, een samenwerking met allerlei grote banken. Zowel Amerikaanse, Japanse, Zwitserse centrale banken. Precies. En ook de Europese. Deze centrale bank. Nou, de dag begint somber. Je zit een beetje naar je scherm te kijken. En plotseling, zo'n 100 middaguur, zie je plotseling dat er euforie is. Je zag die AEX-index, die toch een soort graadmeter is, die zag je vanuit negatief sterk oplopen. En is uiteindelijk bijna 4,5% hoger geëindigd. Allemaal omdat centrale banken, en dan hebben we het echt over de allergrootste centrale bank. We hebben het over de Amerikaanse, de Japanse, de Engelse, de Zwitserse centrale bank en de ECB, samen besloten hebben om in ieder geval het bankwezen te hulp te komen met extra liquiditeiten. En liquiditeit betekent gewoon beschikbaar geld? Beschikbaar geld, ja. Waar halen ze dat vandaan? Ja, waar halen centrale banken het geld vandaan? Ja, van ons. Centrale banken hebben het geld. En ze stellen dat eigenlijk altijd al ter beschikking. Ze hebben alleen de prijs waartegen de banken het krijgen, hebben ze sterk verlaagd. Dus ze zorgen er gewoon voor dat banken die normaal gesproken altijd elkaar geld uitleenden. Maar ja, banken vertrouwen elkaar helemaal niet meer. Dus meestal zetten de banken nu het geld uit bij de ECB of bij de Fed in de Verenigde Staten. Ja. En nu zeggen die centrale banken, het geld staat bij ons. Wij zorgen ervoor, je kan het altijd bij ons krijgen. Wat betekent dat? Nou, het is een hartstikke technische maatregel. Het zou normaal gesproken, het komt overigens heel zelden, het is heel zelden dat centrale banken zo'n gecoördineerde actie nemen. Het is ooit bij de tsunami geweest in Japan.
En in 2008 bij de val van Lehman. Dus het is wel een exceptionele maatregel. Maar hij is vrij technisch. Maar wat ik het interessante vind, of het belangwekkende vind, is dat het een signaal is dat eindelijk centrale banken iets gaan doen. Dat, want eigenlijk zit toch iedereen die in dit vak zit te wachten op een maatregel. Maatregel van politici, die voorlopig alleen nog maar aan het praten zijn. Mm-hmm. Dat zal je ook de komende dagen zien. Sarkozy gaat morgen een speech houden in Toulon, waarin hij gaat vertellen dat hij toch hoopt dat hij samen met Merkel eruit komt om een fiscale unie in Europa te doen. Heb jij meegeschreven aan die speech dat je dat al weet? Of? Nou, hij heeft het aan een bevriende krant namelijk al door laten lekken. Maar het blijft praten. En die actie van centrale banken is uiteindelijk een concrete actie. En dat zie je ook meteen, dat de beurzen daarop reageren. Dus het is een zeer positief. Maar het is kortstondig. Ja, want dat is een beetje het probleem. Als er al iets positiefs is, zo af en toe in deze afgelopen periode van nieuws, dan blijkt dat altijd alweer ingehaald te worden door het volgende zwarte wolkbericht. Nou ja, in dit geval moet je ook niet zeg maar de victorie kraaien. Dus je moet... Mevrouw Sterke, u bent politica. Ja. Opgelucht? Als dit nou ja, ik denk dat dit in ieder geval wel goed nieuws is. Hè? Ik bedoel, die ruimte hebben we gewoon nodig, dat banken ook weer het vertrouwen terugkrijgen. Maar ik ben het ook met u eens dat u zegt van politici moeten nu ook wel eens daadkracht gaan tonen. Exact. Want we praten alleen maar over wat we allemaal zouden kunnen. Je ziet dat nationale belangen soms belangrijker zijn dan uiteindelijk het belang van de euro wat voor ons allemaal is. Ja. Nou ja, dat... En wij hebben natuurlijk als CDA ook al vaker gezegd, we moeten het eigenlijk weghalen bij de politici. We moeten het... Ja. Wij vinden ook dat we het IMF ook veel meer in hun kracht moeten gaan zetten. Ja. Want die kunnen niet alleen geld uitlenen, maar daar ook eisen aan stellen. En zorgen dat mensen gewoon ook de boel op orde hebben in een land. Nou, wat mij echt stoort is dat zowel Merkel als Sarkozy eigenlijk op dit moment de koppen tegenover elkaar staan. Dat hebben ze natuurlijk die twee landen hebben we vaker met de koppen tegenover elkaar gestaan. Hè? Maar ze staan het nu weer. En ja, ze zijn... Beiden zijn niet bereid om een stukje soevereiniteit, zoals dat toch heet, hè? Dus een stukje van het bestuur over te dragen aan Brussel. Ja, iedereen weet dat uiteindelijk de keuze is of je kiest voor meer Europa en overdragen van meer bestuurlijke verantwoordelijkheid, of de zaak wordt opgebroken. En... Ja, maar mensen moeten ook snappen dat meer Europa in dit geval ook betekent dat hun eigen inkomen beter verzekerd wordt. En dat het dus ook voor hun eigen belang is. En ik vind, de discussie wordt nu heel vaak getrokken alsof wij dan zaken kwijtraken. Terwijl het juist in ons belang is dat we die euro redden. Het gaat om onze pensioenen en om onze inkomen. Ja, aan deze tafel hebben we vaak gezegd dat Nederland met een export, zo afhankelijk van de export, zou niet kunnen overleven. En we zouden ons inkomen niet in stand kunnen houden als wij niet open grenzen hadden. En en de euro en de Unie geven ons die open grenzen. Dus daar kan ik alleen met u eens zijn. Wat is het volgende moment waar wij op moeten letten? Nou ja, de top van 9 december, daar loopt natuurlijk iedereen naartoe. Het is niet voor niets dat eurocommissaris Rees zegt, we hebben nog 10 dagen. Ja, maar dat zeggen ze steeds. Maar ze zeggen, dan nog 10, dan nog een week, dan nog zoveel. Iedereen is aan het aftellen. Maar is dit nu weer het maar moment? Ik kan niet in de glazen bol kijken, maar ik verwacht eigenlijk niet dat er nou heel veel besluiten zullen vallen op die top van de 9e. Het is wel zo dat als ze een besluit nemen, moet je het doen op het moment dat niemand het verwacht. Ja. Dat zag je ook met die besluiten. Dus niet op de 9e, want dat verwachten we. Maar het is altijd zo met zaken die met geld te maken hebben. Je zag het ook met die centrale bankenactie. Ja. Hij komt als een plotseling en dan zijn er een aantal speculanten die zitten verkeerd. Die zie je ook meteen hun positie moeten ze dan bijdraaien, waardoor het allemaal nog veel harder omhoog gaat. Dus ik zou zeggen tegen de politie, als je een besluit neemt, neem het als iemand het niet verwacht.